Erik, het zit erop. Het zit erop na 37 jaar. Ik heb een hele leuke tijd gehad in Afwerden, heel veel gelachen, ook verdriet meegemaakt. En ik vond het nu een moment om een keer een switch in mijn leven te maken. Ik heb er al langer over nagedacht om me op andere manier nog zinvol te maken voor de maatschappij. Wat zijn je plannen? Wat ga je doen? Nou, ik ga naar Gambia voor een half jaar per jaar. En ik ga daar gedeeltelijk ook een klein beetje betaald werk doen, anders kan ik het gewoon niet redden. Maar daarnaast heel veel goede doelen. Ik heb daar wel ideeën over. Ik heb een samenwerking nu met de Stichting Kinderhulp Gambia. En die hebben mij ontzettende pens werk al opgegeven. Het leukste vind ik ook wat ik gezien heb in die fysiotherapieafdeling van die staatsziekenhuizen. Daar werken Gambiaanse vrouwen. Die hebben denk ik ooit een keer de klok horen luien. En die zijn heel... Die vinden het heel fijn dat ik daar kom om die mensen te helpen om het niveau van de fysiotherapie wat op te krikken. Waarom Gambia? Ja, het had net zo goed Zambia kunnen zijn of Angola. Maar vorig jaar ben ik op vakantie geweest in Gambia. En het land trof mij wel. Wat ik daar zag, aardige mensen. En toen is het een beetje gaan broeien in mijn hoofd. Toen dacht ik, ja, hier kan ik wel wat. Toen ben ik in maart alleen terug geweest om de indrukken op me in te laten werken van het land. Hele aardige mensen. En ik denk, nou, hier kan ik wel een half jaar per jaar naartoe. Dat vind ik fijn. En dan vandaag afscheid nemen van Afwerden, afscheid nemen van de praktijk, van je patiënten, cliënten. Ja. Nou, ik heb hier wel een beetje tegenop gezien. Ik sta niet zo graag in de belangstelling, maar ik kon niet zo via de achterdeur uit het dorp verdwijnen. Dus ik dacht van, nou, ik geef gewoon een borrel weg. En het woord afscheidsreceptie vind ik eigenlijk ook niks. Dus gewoon een gezellig samen zijn. Maar ik moet erbij zeggen, Arnold Schwarzenegger, die zegt altijd, I'll be back. En dat doe ik ook, want Afwerden zit hier in mijn hart. Zo'n onderneming, die moet natuurlijk ook bekostigd worden. Hoe gaat dat? Dat klopt. Ik heb een stichting opgericht. Stichting Humanitaire Fysioprojecten Gambia. Dat betekent dat het heel interessant is, omdat het een ambi-stichting is voor sponsoren. Omdat het fiscaal aftrekbaar is. Maar in het begin zal ik waarschijnlijk zelf de grote sponsor zijn van het hele plan. Als mensen je willen blijven volgen of willen doneren, waar kunnen ze dan terecht voor meer informatie? Ik heb nog niet een echte Facebookpagina van de stichting, maar je kunt mij op mijn privépagina volgen waar ik ook informatie op zet wat ik allemaal aan het doen ben. Dat is gewoon Erik Hooghakker met een C. Toets maar bij zoeken en dan vind je me vanzelf. Heel veel succes. Dankjewel, Chris. Bedankt.